Stoppen nu. Wapenlatenvallen, handen omhoog. Die zou een bankoverval hebben gepleegd. Zou nu zijn gespot en die moeten we aanhouden door middel BTGV. Dag meneer. En boom. Zo hem blijven. Hallo mensen, leuk dat ik kijk naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elderspeedval en morgen. En vandaag, ja, mooi weertje. Zoals al heel de weken, bijna afgelopen weken. Flink warm. Hier is in ieder geval 31 graden vandaag. Dus ik weet niet hoe, als deze video online komt, is het misschien wel keihard aan het regenen. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat jullie dus misschien wel de airco horen op de achtergrond. Ik heb meteen een melding, prio 2, voertuig. Zou wat verdacht rijden. De deur dicht en nu je motor aan. Zo, ja, deurtje dicht. Staan we met stuur. Oké, moment. Nog een keer moment. Zo. Altijd als je... Ja, nu is hij. Altijd als je alt-tab hebt gedaan, dan doet die mod van het stuur het niet meer goed. Dan draait hij of heel hard, of draait hij heel makkelijk rond. Of hij draait heel stroef rond. Maar nu zit hij in het midden. Hij draait makkelijk rond als je rijdt. En als je stilstaat of ergens overheen rijdt, dan gaat hij wat stroever. En dat kun je dus oplossen door middel van alt-tab. Ik heb wel eens allemaal mensen in mijn vriendenlijst staan op Steam die ik helemaal niet ken. Die ga ik ook even uitzetten zodat jullie dat niet allemaal zien. Zodat je niet hoeft te blurren. Oké, nou, daar zijn we weer. Voertuig rijdt hier heel langzaam. We gaan even kenteken check doen. Nogmaals, kenteken check. Waarom hij hier zo langzaam rijdt? Heeft hij wel een kenteken? Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4, 6, echo, echo, kilo, 5, 7, 2. Hij rijdt vol over iemand heen, vriend. Gaat er vandoor. Uitstappen, hier komen. Kom op, uitstappen. Waarom kan ik de 1 niet meer? Ja, oké, okay. Staan blijven. Stoppen nu. Dan maar even zo. Ik zie de hele 1 niet meer in beeld komen. Ah, nu wel. LSPD, don't make me shoot ya! Oké, in ieder geval aangehouden. Negeren stopteken, poging doodslag. Stop, police! En ja, dat is verlaten plaats ongeval. Goed. Ga een transportje deze kant op. Oeh, dat zal waarschijnlijk... Ah nee, toch politie. Er zijn geen eenheden meer nodig. Vervolgmelding prio 1. Persoon ontsnapt uit een psychiatrische instelling. Vuurwapen. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Wapen laten vallen, handen omhoog. Dat is 7 dagen neergeschoten. Schoten gelost. Oké, okay, gaan ambulance deze kant op. Persoon is van een cliff gevallen nadat hij weer doodgeschoten of neergeschoten.
Palato Bay, Palato Bay. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ambu is aanrijdend. Ambu heeft brand geschreven, maar vergeten aan te passen. Sorry. Ah, dat is heel. Gekke brandweersirene. Ja, een paar dagen terug natuurlijk aflevering 200 hebben jullie gezien. Ja. En laat maar weten in de reacties wat je van aflevering 200 vond. En wat je van deze aflevering vindt en wat je van alles vindt. Oh. Ja, aflevering 200 moet op dit moment nog online komen als ik deze video maak. Dus ik kan jullie nog niet zeggen wie de winnaar is, hoe en wat. Die komt ergens tussendoor online of zo. No, this one's gone. Oké. Okay. Hij is dood. Deze melding is ten einde. Nou, we zitten natuurlijk in Palato Bay, niet meer in de stad. Vandaag Palato Bay, weer eens wat anders. Binnenkort gaan we Sandy Shores doen, noem maar op. Even bandjes opwarmen voordat we gaan racen met de ambu. Ja, wij winnen. Want we gaan even kijken bij het voertuig recht voor ons. Of ja, niet recht voor ons. Daarachter. Even snel inhalen hier. Kijken wat die allemaal uitspookt. Wat daarmee aan de hand kan zijn. Ik zie geen telefoongedrag. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 08 Alpha Lima Whiskey 388. In traffic violation. Proceed with caution. Au, au. Ai. Arena zou geen rijbewijs meer hebben. Die was geloof ik suspended. Kunnen we zo meteen zien. Hallo. Graag uw rijbewijs, dankjewel, Sophie. Expire, oké, verlopen. U weet dat u met een verlopen rijbewijs rijdt. Dat betekent dat u niet verder mag rijden, gaat u wel van mij een bekeuring krijgen. Boetebedrag is $250. Als lijn met dood, hoeveel euro? 230 maken we ervan, omdat dat meestal wel een bedrag is wat in Nederland veel voorkomt. Dat betekent dat u niet meer verder mag rijden. Ja, dat laat ik maar even gaan, aangezien ik ze dan wel moet laten uitstappen. En dan zeg ik, je mag niet meer verder rijden. En dan stap ze weer in, want ja, daar is eigenlijk geen knop voor. Kan, ja, laat ze niet verder rijden. Daar is geen knop voor. Goed, ik heb het in, of ik zet het op mijn kladblok. Ik zet het daarna in het systeem. Ik krijg hem thuis gestuurd. Ja, niet meer verder rijden. En we kijken die kant op en ze is inmiddels weggelopen en het voertuig opgehaald door iemand anders, bla bla bla. Zo. En door. Oh. Oké. Okay. Okay. Mijn foto heeft dus mijn recent. Ja, oké. Okay. We hebben een verdachte. Die zou een bankoverval hebben gepleegd. Zou nu zijn gespot en die moeten we aanhouden door middel BTGV. Kut. Kogelwerende vesten aangetrokken. Of ja, vesten. Kogelwerend vest aangetrokken. Ja, hier gaan we een assistentie nodig hebben.
Noodknopstalen klaar. Want iemand gaat hier schieten. Godverdomme. 1202 OC, we komen er. Als ze rent, als ze rent. Wat is ze nou? Kutse stoelkom. Ja, aan je mond. Oh, daar is ze weer. Dag meneer. Wapen laten vallen. Of in ieder geval naast je leggen. Ik verdacht dat je wordt geschoten. Je lijkt dood. Oké, wapens bergen. Wapen afgepakt. En hij crasht. Kunnen we gewoon gelijk verder. Ja, we waren in het armpje geraakt. Dus knipperlicht hebben we aanzetten, lul. Eens kijken of die knipperlichten het doen van hem of haar. Waar gaan we op? Links of rechts? Naar rechts zonder knipperlicht. En het stopstreep werd niet gevolgd. De stopstreep. Of hoe dat ook heet. Stopbord stond er geloof ik ook. Dus je gaat wel even mee. Even volgen hier naartoe. Neem hem meteen mee naar het bureau. Oh, rem. Ja. Oh, mag niet hier parkeren. Jawel, ik wel. Vrije stelling, jong. Even een moment, meneer. Komt goed, hè. Hallo, Bill. Ben ik Bill? Graag een rijbewijs. Ja, Bill. Hey Bill, u rijdt waarschijnlijk met een ingevorderd rijbewijs. Ja, dat klopt helemaal. Dus u moet niet verder rijden. Het is de derde keer. Uw voertuig wordt in beslag genomen. Ik weet niet hoe dat normaal gesproken zit. Maar ik neem hem bij deze in beslag. Ik geloof. Kut, kut, kut. Stop Bill, stop Bill, stop. Stop Bill, stop. Hallo, stoppen. Uitstappen. Ja, heel goed jongen. Oh, ik heb mijn vuurwapen nog vast. Bill, krijg van mij een bekeuring. Moment, Bill. Ik ga je voertuig in beslag nemen. Voertuig is deze in beslag genomen. En ik krijg van mij een bekeuring. Ja, even kriebelkrabbel. Ondertussen is je auto weg. Poef. Alsjeblieft. Ja, ja, en nu? En nu? Fijne nacht nog, ondanks alles. We gaan de kogel weren. Oh, ik dacht hij rijdt over Bill heen, dan mag het. Ik dacht dat Bill hem uit het voertuig trok. Kogel weer in de vesten, zijn vest is weer uit. Dat is toch... Bill gaat binnen een klacht indienen als je nu... Ah, Bill neemt daar gewoon de uitweg. Nee, Bill gaat even hier bij de helikopter plaats kijken. Oké. Jij blijft maar even staan, dan kan ik om jou heen. Ja, heel goed man. Zo. En door. Die velkeurige knipper ligt aan. Een gestolen voertuig gespot door een collega. Rijdt de collega aan denk ik. Ja, we zitten erachter.
spreekt de politie dat uw voertuig op de kust stond. En boom. Hier komen. Op de banden geschoten, meldkamer. Ik kan u niet zeggen vertraag was. Ik denk het bijna wel. Collega, kom terug, let op. Uitstappen. Wat een energie. Hier komen. Collega, pak hem. Kijk hem driften dan. Uitstappen nu. Aanraden voor diefstal van een voertuig, niet dan verplicht recht op een advocaat. Heel goed. Zeker een transportje aan de takelwaggel. Zo. Eens kijken wat met dit voertuig aan de hand is. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 2, 2, November, Kilo, Hotel 2, 8, 2. Nope. Stop voor Sadaan zou een verlopen verzekering hebben. Zo, daar zijn we vanaf. Vraag me niet hoe ik het heb gedaan. Ik wil nogmaals even een ID zien, want die heb ik even gemist. Sorry. Ciao Lee. Oké, goed. Ciao Lee, de verzekering van de voertuig is verlopen. Dat betekent ook niet verder mag rijden. Expired insurance. Ja. Dus doe er iets aan, laat hem verzekeren. Niet verder rijden. Ik kijk de andere kant op als je toch verder rijdt. Dat ik daar gewoon te lui voor ben. En ik laat hem niet afslepen, want dat vind ik dan weer overdreven. Tenzij jullie zeggen van ja, maar je moet hem juist laten afslepen. Bij geen verzekering wordt hij in beslag genomen. Vertel me dat dan even. Oké, okay, doei. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18, citizens report, a possible 484, in Palato Bay. Ja, blijf maar eens even staan met je oude vriend. Goedendag, hoi, vertel. Thank God, yeah, someone is paid off time. Ja, heb je beelden? Oké, laat maar zien. Oké, dit is niet die auto die daar nu wegrijdt. Derde jaar, bastard. Oké, okay, bastard. Oké, okay, dus we zoeken een jeep geloof ik. Dat is het soort... Oké, okay, dankjewel. Waar is die naartoe gereden? Ja. Daar. Oké. Okay. Thanks, Pik. Meldkamer, signalement. Zwarte jeep, BJXL maken we ervan. Zou in mijn gebied nog zich bevinden, want we waren binnen 2 seconden ter plaatse.
We gaan onze keuze maken om hier maar eens op te rijden. Daar gaat hij. Dat is hem, ik zweer het je. We have a traffic alert in Palato Bay. Ja, hij gaat er vanover, meldkamer. Staan blijven. Zeg de vorm te voet. Collega's zijn in de buurt. Krijgen me echter niet. En oké. Hij dacht even die is dood. Oh. Hier komen. Don't make me shoot you. Vriend, geef het op. Stop! Police! Ja, geef het op. Je bent aangehouden voor diefstal van brandstof. Niet A, niet verantwoordelijkplicht, recht om advocaat. Denk bij die een bij me hebben. Eén collega vraagt om assistentie. Oké, hier komen. Je voertuig kan er niet blijven staan, dus vandaar dat ik hem laat afslepen. Je bent hem niet kwijt hoor. Ja, oké, we gaan kijken naar hem. Er wordt een bus achtervolgd. Meerdere mensen in de bus. Het is een gevangenisbus. Ze houden rekening met... We rijden bij de brandweerkazerne. Het trein van de brandweerkazerne loopt niet dood. We gaan politie... Nee, toch niet. Uitstappen, stoppen. Ai. Hij stapt uit. Liggen, beide. Had ik niet van jullie verwacht. Ben aangehouden. Je kunt meteen terug in je bus gaan zitten. We gaan naar de gevangenis. En jij ook. Hey, wat is dat nou? Oké, de verdachtes gaan... die hadden we zelf trouwens ook wel even kunnen brengen hoor. Nu verwacht ik niet heel veel... heel veel verzet van de twee dames achterin. Maar... We gaan even de B-klasse. Ik heb de blauwe aan of niet? Nou ja, dan ben ik geen voorrangig voertuig, sorry. De B-klasse even hier droppen. Oh nee. Die bus die wordt opgehaald door iemand anders, maar we krijgen wederom een prioriteit 1 melding. Ah, de bus is al weg. Kijk dan. Oeh, heel veel verdachten rennen weg voor de collega's. Six, all 20, in route, responding code 3, an officer in need of assistance.
De eerste komt hier recht op mij af. Een C3 verdachte kwijtgeraakt. De Zulu is inmiddels ook wel weer er vandoor. Dus die denken ook van we gaan niet meer zoeken. Dan ga ik ook niet meer zoeken. Helaas, we hadden het misschien anders moeten aanpakken. Oeh, auw. Ik heb geluk dat ik in mijn voertuig zat. Goed mensen, ik ga hem parkeren bij de bij het politiebureau. En we driften hem hier nog even weg. En dan gaan wij de video afsluiten. Ik ga jullie nu alvast bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een toffe video vonden zoals altijd. Vond je het niet tof, laat dan zeker maar gewoon een duimpje omlaag achter. Van mij mag je altijd. En dan zeg ik tot over 2 dagen bij een nieuwe video, zoals altijd. Wat gingen we ook alweer doen? Het enige wat ik daarvan weet is dat ik de video al heb opgenomen. Maar voor de rest weet ik echt niet welke video jullie gaan zien over 2 dagen. Nou, dat is echt een perfect moment om te stoppen. Tot dan, doei!